zegenen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we deze tijdrede voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 150 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 150 vers 2, looft God met bazuingeklank, geeft hem eer, bewijst hem dank, looft hem met de harp en luid, looft hem met de trom en fluit. En het derde, looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbelspel, looft hem op het schelmetaal van de vrolijke symbaal. En wij kunnen ons afvragen vanavond of een tijdrede wel moet beginnen met een lofpsalm, maar vers 3 zegt dat het is het bevel om God te loven en misschien schort het daar wel aan in de kerk. Psalm 150 vers 2 en 3. Thank you.
Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, het 14e vers, nadat wij met de woorden van het apostolicum geloofsbelijdenis hebben gedaan en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord Esther 2 vanaf vers 19 tot en met hoofdstuk 3. Esther 2 vanaf vers 19 tot en met hoofdstuk 3. Toen ten andere male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had. Want Esther deed het bevel van Mordechai gelijk als toen zij bij hem opgevoed werd. In die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bichtan en Teres, twee kamerlingen des konings, van de dorpelwachters zeer toornig en zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt, en hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide het de koning in Mordechai's naam. Als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden. En zij beiden werden aan een galg gehangen. En het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des konings. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hammedata, de Agagiet. En hij verhoogde hem en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren.
En al de knechten des konings die in de poort des konings waren, neigden en bogen zich neder voor Haman, want de koning had alzo van hem bevolen, maar Mordechai neigde zich niet en boog zich niet neder. Toen zeiden de knechten des konings die in de poort des konings waren tot Mordechai, waarom overtreedt gij des konings gebod? Het geschiedde nu, toen zij dit van dag tot hem zeiden en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen of de woorden van Mordechai bestaan zouden, want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan. Want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasveros waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. In de eerste maand, deze is de maand Nisan, in het 12e jaar van de koning Ahasveros, wierp men het pur, dat is het lot, voor Hamans aangezicht. Van dag tot dag en van maand tot maand, tot de 12e maand toe, deze is de maand Adar. Want Haman had tot de koning Ahasveros gezegd, er is één volk, verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen uws koninkrijks, en hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken. Ook doen zij des konings wetten niet, daarom is het de koning niet oorbaar hen te laten blijven. Indien het de koning goeddunkt, laat er geschreven worden dat men hen verdoe, zo zal ik 10.000 talenten zilver opwegen in de handen dergenen die het werk doen, om in des konings schatten te brengen. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand en hij gaf hem Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, der Joden tegenpartijder. En de koning zeide tot Haman, dat zilver zij u geschonken, ook dat volk om daarmede te doen, nadat het goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers des konings geroepen in de eerste maand op de 13e dag derzelve. En er werd geschreven naar alles wat Haman beval aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren en aan de vorsten van elk volk, elk landschap naar zijn schrift en elk volk naar zijn spraak. Er werd geschreven in de naam van de koning Ahasveros en het werd met des koningsring verzegeld. De brieven nu werden gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoen al de Joden, van de jonge tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, op de 13e der 12e maand, deze is de maand Adar, en dat men hun buit zou roven. De inhoud van het schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen openbaar aan alle volken, dat zij tegen dezelfde dag zouden gereed zijn. De lopers gingen uit, voortgedrongen zijnde door het woord des konings, en de wet werd uitgegeven in de burcht Susan. En de koning en Haman zaten en dronken, doch de stad Susan was verward. Tot zover. Laten we samen bidden. Wij waren verward, Heere, vanaf de dag dat u ons land en volk sloeg, door ons deelgenoot te maken van die wereldwijde pandemie. Wij als kerken. En dat men op de burcht Susan verward was, is te begrijpen, want hun leven ging gemoeid met die goddeloze wet die was uitgevaardigd tegen het volk van de Joden. Maar het was niet tegen hen.
Het had uw goddelijke bedoeling. Want u werkt alle dingen om de eer van uw naam. En daar zijn we vanavond mee begonnen. Dat het bevel is om u te loven. Wie moet dan vanavond niet beschaamd zijn aangezicht buigen voor u, de levende God? Als doelmissers zijn we vanavond samengekomen om een woord te horen naar de gelegenheid van de tijd waarin wij ons bevinden. Doelmissers. Want uit wiens mond is nu de lof voortgebracht tot u, o Heere, die in de hemel zit. Terwijl het virus om zich heen greep, het maatschappelijk en het kerkelijk leven voor een groot deel is stilgelegd. Hoe zijn wij tot hiertoe, nu er verruimingen zijn, halen wij opgelucht adem om te kunnen hervatten waar we jaar in jaar uit, dag in dag uit mee bezig geweest zijn? Wie is er vanavond bekommerd om de ere Gods? Wie heeft het op zijn ziel gebonden gekregen dat we hier zijn om uw lof te verkondigen? En wie heeft er in het verborgene gesmeekt, gebedeld? Heere, open mijn lippen door uw kracht, want mijn kaken zitten zo op slot en mijn lippen zo op elkaar. Open mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof vermelden, de uwe alleen. En Heere, nu bidden we u om onderwijs. Dat onderwijs dat we vanavond ook met schuld dit kerkgebouw verlaten, of als wij thuis meeluisteren, met schuld zullen terugzien op deze dienst. Wat zijn we toch ellendige mensen, Heere. Wij hoeven vanavond niet te wijzen naar de samenleving waarvan wij overigens deel uitmaken. We hoeven de vinger niet te wijzen naar onze overheid. We kunnen alleen maar ootmoedig smeken en geven, Heere, of dat u onze overheid genadig wilt gedenken. En de fractievoorzitters van de partijen die wellicht een coalitie zullen gaan vormen, waarachtige bekering geven. Geef inzicht in de beide kamers, in het kabinet, nu demissionair, maar als u het geeft straks, weer opnieuw gevormd. Dat het alleen maar heilzaam is om te luisteren naar uw woord. Maar wat luisteren wij als kerk naar uw woord? En wat verstaan wij van uw woord? O, wat hebben wij toch die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid verdonkerd? Waar is nu de kennis, de levende kennis aangaande uw Zoon, de Heer Jezus, waarvan Johannes getuigt: wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Is dan de glans niet van de kerk af? En daar kunnen we misschien vanavond ook nog mee in leven blijven. Maar wil u het nu zo persoonlijk maken, dat we heel eerlijk voor uw aangezicht vanavond in de ontdekking belijden: o God, ik ben de glans verloren in het paradijs.
En dat zoek ik wel een beetje te vernieuwen door mijn rechtzinnigheid. Maar dat is het niet. Die glans kan alleen herschapen worden in Christus. Zou u nou willen geven, Heere, dat vanavond deze tijdrede als een middel in uw hand gebruikt mag worden om een ieder van ons op de plek te krijgen waar we moeten zijn. Dat we een overheid hebben die niet wenst te regeren naar uw woord, dat komt door mij. En dat de samenleving niets geleerd heeft van uw tuchtigende hand, dat komt door mij. En dat nu alles weer doorgaat en de versoepelingen gevierd worden op de terrassen, dat komt door mij. Heere, geef dat we zo vanavond mogen buigen. Want we hebben alle reden om schuld te belijden. Maar we moeten onze knieën nog wel buigen om te vragen, open toch onze ogen, opdat we ook zullen zien welk een schuld wij als kerken hebben gemaakt. En dan bidden we u ook in bijzonder vanavond voor de christelijke partijen en voor de staatkundig gereformeerde partij, of dat u de mannen die aan het front staan wil betouwen met uw geest en de geest van vrijmoedigheid wil schenken, niet om te schipperen, om mee te regeren, maar om eenvoudig vanuit het hart in alle oprechtheid uw woord te laten spreken. En wat hebben ze daartoe wijsheid nodig om uw woord te verstaan met alles wat op hen afkomt, vanuit de kamers. En ook met al de goddeloze ethiek die bevorderd moet worden. Als in een stroomversnelling wordt de zonde gepropageerd en het staat beschreven in de openbaring. Wie onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En wie vuil is, dat hij nog vuil worden. En dat betekent dat de zonde zich zal vermenigvuldigen en dat de ongerechtigheid tot een hoogte, dan wel een dieptepunt, zal komen. En geef dan, Heere, dat de mannen wijsheid mogen ontvangen om op te staan en te zeggen, al zo spreekt de Heere, Heere. We dragen ook de plaatselijke kiesvereniging aan u op en overigens ook al de kiesverenigingen in ons land. Heere, geef toch dat we waarachtige bekering van u mogen ontvangen. Breid nog uw vleugels over ons uit. Ook dragen we onze koning en koningin aan u op. Als we bedenken toch in het verleden hoe u gewerkt heeft, een gouden draad van uw genade door het geslacht van de Oranjes liep. Wie zou niet wenen? En ik kan me geen traan krijgen. Heere, Heere, gedenk de kerken, onze gezindten. Wat hebben we ons dikwijls teruggetrokken? Wat gaat er van ons uit? Hoe beschamend is het hoe wij ons gedragen? Wordt uw naam eerder om onzentwil gelasterd dan veel eer geprezen. En geef dat we nu vanavond door genade met de rug tegen de muur worden gezet, we schuldenaar mogen worden voor u. En dat we nu uit zullen komen bij dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Kijk, dan hebben we nog een boodschap voor ons land en volk dat ten onder gaat aan de gezagsloosheid en aan de zedeloosheid en aan de goddeloosheid. Als we nu zelf goddeloos geworden zijn voor u, maar als we nu weet mogen hebben van het bloed van de Heere Jezus, dan hebben we een boodschap
die ertoe doet. En zou u daarom de kerk weer op haar plek willen brengen en tot het zout der aarde willen maken, dat nog in het laatste der dagen, ook in ons land en ons voorgeslacht, heb dikwijls nog hoop gehad dat u in deze lage landen nog zou gaan werken. En Kolbrugge heeft nog gemeend dat er een Willem van Oranje zou opstaan. Geef het toch uit vrije goedheid, o Heere, om de eer van uw grote naam, die nooit genoeg naar waarde geprezen kan worden. Heere, zie zo in gunst vanavond op ons ter neer. Geef ons de eenvoudigheid om de schriften uit te leggen, de bewogenheid, de ernst. Geef ook een luisterend oor en een opmerkzaam hart, wilt u onze kinderen nabij zijn, onze jongeren, de ouderen. Geef ons allen een onmisbare zegen. Verhoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we eerst nog samen zingen van Psalm 143, de versen 10, 11 en 12. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het elfde, laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. En het twaalfde, laat nooit mijn vijands wens gelukken, roei ze allen uit die mij doen bukken. En wat er verder volgt in de versen 10, 11 en 12 van Psalm 143. Aan de uitgang zal er een collecte gehouden worden die bestemd is voor de plaatselijke afdeling van de SGP. En de meeluisteraars kunnen eventueel hun gaven overmaken per bank. Van harte de collecte bij u aanbevolen. Wij zingen van Psalm 143, de versen 10, 11 en 12.
De tekst als uitgangspunt voor deze tijdrede vindt u in Esther 3 en daarvan vers 4b. Esther 3, vers 4b, deze woorden, want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Tot zover. Wij staan stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, wat is een Jood? In de tweede plaats, Mordechai verzwijgt zijn afkomst. In de derde plaats, God zorgt voor zijn eigen eer. Dus wij letten in de eerste plaats erop, wat is een Jood? In de tweede plaats, Mordechai verzwijgt zijn afkomst. In de derde plaats, God zorgt voor zijn eigen eer. Mordechai, zo staat er, had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Wat heeft hij dan eigenlijk gezegd? Wat is daar dan zo bijzonder aan? Roept dat dan iets op als je zegt dat je een Jood bent? Is dat zo belangrijk om dat te vermelden? Volgt wat na deze tekst komt allemaal op die belijdenis dat Mordechai heeft gezegd dat hij een Jood was? Misschien komen wij wel uit dorpen waarvan de rest van Nederland niet eens het bestaan afweet. Oh, maar een klein dorpje hier ergens op Walcheren of de zak van Zuid-Beveland, nooit eerder van gehoord. En trouwens, het is maar de vraag of wij wereldwijd bekend staan als Nederlanders. Misschien zijn er wel delen op de wereld die niet eens weten waar dat kleine landje van ons ligt. Is het dan anders wereldwijd als je zegt dat je een Jood bent? En wat betekent dat dan? Wat roept dat dan eigenlijk op? Er is kennelijk iets merkwaardigs aan het Jood zijn. Dus ook echt wel wat anders dan wanneer je zegt ik ben een Nederlander of ik ben een Zeeuw. Het roept wel degelijk iets op. Dat blijkt ook uit deze geschiedenis en trouwens dat blijkt uit heel de geschiedenis van het Joodse volk. En dat heeft er alles mee te maken dat het Joodse volk altijd een drager is van Gods belofte. Onder het Oude Testament droegen zij Christus als het ware in hun lendenen. En nu ligt daar toch nog een schone belofte dat de Heere eenmaal terug zal komen op zijn volk Israël om daar nog wonderen te doen. Maar dat is dan ook de reden waarom door alle eeuwen heen mensen een hekel gehad hebben aan de Joden. Dat noemen wij vandaag antisemitisme. En misschien is wel een van de gruwelijkste voorbeelden die wij kennen uit onze Nederlandse geschiedenis, Europese geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog. Blijkbaar is daar een ingewortelde haat tegen dat volk van God. En een van die vijanden, die komen wij ook tegen in ons tekstgedeelte, dat is Haman. Tot viermaal toe wordt hij der Joden tegenpartijder genoemd. En die man die is zo met haat vervuld, dat hij niet alleen de hand wil slaan aan die ene Jood die dat niet voor hem wil buigen, dat is hem te min. Maar nee, dan zal hij in Mordechai ook heel dat volk van de Joden in al die landschappen van koning Ahasveros zoeken om te brengen en te verdelgen, uit te roeien, weg met dat volk.
En dan komt gelijk het eerste naar boven als wij vragen, een Jood, wat is dat? Wel, Joods zijn, dat heeft altijd te maken met lijden. En als geen ander weet het Joodse volk dat zelf. Ze hebben door de eeuwen heen altijd geweten, aan de lijve ondervonden, wat het is om Jood te zijn. Weliswaar een bevoorrecht volk, weliswaar een volk dat eeuwenlang nagenoeg alleen de openbaring van de levende God had, hè? Psalm 147, zo wou hij met geen volkeren handelen, maar ook een volk dat wist dat dit lijden met zich meebracht. De geschiedenis van Israël in Egypte bijvoorbeeld. Al de jongetjes gedood werden door Herodes bijvoorbeeld. En ook hier in de geschiedenis van Mordechai en Haman bijvoorbeeld. De Joden hebben geweten dat zij moesten lijden omdat ze Jood waren. En juist daarom waren ze diep van mening dat een hoofdstuk als Jesaja 53 op hen toepasbaar was. Zij waren dat schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Zij waren het lam dat naar de slagbank geleid werd. Zij waren degenen die van God geplaagd waren. En dat meent de orthodoxe Jood tot op de dag van vandaag, dat Jesaja 53 niet slaat op de Heer Jezus, op de Messias, want daar zijn hun ogen nog verblind voor, er ligt nog een deksel op hun aangezicht. Zij willen geen Messias die lijdt, nee, dat zijn zij. Dus Jood zijn, dat heeft alles te maken met lijden. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar daar is nog iets wat met Joods zijn te maken heeft. En dat is de besnijdenis. Zij zijn Abrahams zaad. Zij waren het uitverkoren volk van God. Ze hadden het teken van het verbond in de voorhuid. En wat waren ze bevoorrecht met die positie dat God hen onderscheidde van al die andere volkeren. Het is wat. Dat God in zijn vrijmacht Abraham eruit verkoren heeft. En dat hij voorlopig die andere volkeren laat liggen en alleen met Abraham verder gaat, de heilsgeschiedenis in. Eeuwenlang totdat Pinksteren aanbreekt en dan de Heere weer oog krijgt voor de volkeren over het geheel van de wereld. God had een verbond gemaakt met Abraham en met zijn nakomelingen. En hij had hun het teken van het verbond gegeven in de voorhuid. Maar het wordt gevaarlijk als wij ons beroemen op dat teken. Het wordt gevaarlijk als wij menen met een uiterlijke verbondsbeschouwing zalig te worden. Het wordt gevaarlijk als wij in zekere zin kunnen spreken van een uitverkiezing zonder wedergeboorte. En daarom gaat Paulus daar ook onderwijs in geven in de Romeinenbrief. Hij zegt, die is niet een Jood die het in het openbaar is. Maar die is een Jood die het in het verborgene is. Dus je bent niet een Jood als je slechts de vormen hebt. Die lange pijpen krullen, een gebaad, een teken aan je voorhoofd, aan je bovenarm. Als je zo goed en zo kwaad mogelijk de wetten van Mozes en al die andere wetten daarin boven nog wilt houden. Als je stipt wil leven naar de letter van de wet, dan ben je nog geen Jood. Maar je bent pas Jood als je het in het verborgene bent. En wat bedoelt Paulus daarmee? Wat wil hij ons daarmee leren vanavond? Net als wat de overheid eigenlijk langzaam maar zeker wil. Net als de maatschappelijke druk
steeds meer opgevoerd wordt. Christen zijn in het verborgene. O, zeker hoor. Als u zondag naar de kerk wilt, trouwens dat gedoogde de samenleving al niet meer, toch? En misschien zijn we ook wel veel te makkelijk overstag gegaan, toch? Maar zelfs dat gedoogde de samenleving niet meer en werd sterk ontraden door onze overheid. Er is nog een artikel 23 waarom het niet verboden kon worden, maar hoe lang zouden wij dat artikel nog hebben? Dat er nog grondwettelijke bescherming is voor de zondagse erediensten waar God ons samenroept. Laat ons onder zijn onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Is gemeente zijn niet juist samenkomen rondom dat woord? Maar goed, dat is dus de maatschappelijke druk die opgevoerd wordt. U mag zondags nog naar de kerk en u mag nog belijden wat u wilt, maar achter uw voordeur valt u alstublieft uw collega's op de werkvloer daar niet mee lastig. Worden onze scholen niet in de gaten gehouden als het gaat om transgenders, over homoseksualiteit? Hoe het burgerschap aan onze leerlingen wordt gedoseerd? Hoe lang nog? Hebben we de vrijheid? Hebben we nog de vrijheid om Gods woord te laten spreken? Verborgen. Achter uw voordeur. En misschien komt er wel een tijd dat zo dadelijk de overheid zegt dat we het zelfs onze kinderen niet meer mogen vertellen. En dat net als in de dagen van de Waldenzen, de kinderen worden afgenomen en worden geïndoctrineerd met die helse leer. Die anti-bijbelse leer. Verborgen. Wordt dat nu mee bedoeld? Laten we nou eens heel eerlijk zijn. Hoe graag wil ik christen zijn achter gesloten deuren. Ik wil nog wel dominee zijn vanavond hier in een beschermde omgeving. Mensen die allemaal min of meer voor de waarheid zijn. Maar dan in het openbaar. Dan als het lijden met zich mee gaat brengen. Dan als zo dadelijk een Haman opstaat en zegt, ik zal niet alleen mijn handen slaan aan u, vader, maar ik zal ook uw kinderen erin meenemen. En ik zal zorgen dat heel die reformatorische gezinte wordt uitgeroeid. Want ze zijn aan best langzamerhand voor de Nederlandse samenleving. Waren we het maar, hè? Waren we het maar. Maar wordt dat bedoeld met het woordje verborgen? Die is niet een Jood die het in het openbaar is. Die het in het verborgen is. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Want de Heere wil niet dat wij achter gesloten voordeuren ons geloof belijden. Maar hij wil dat we dat in het openbaar doen. En dat we het zout der aarde zijn. En dat we het licht op de kandelaar zijn. En een stad op de berg zijn. Kijk, en daar ligt vanavond een stuk schuld bij u en bij mij. En daarom behoort de gebed te zijn, zeker ook voor de christelijke partijen, maar evengoed voor de seculiere partijen, omdat het woord van God weer in de kamers komt. En weer zeggenschap gaat krijgen. En dat onze voormannen de geest van vrijmoedigheid hebben om daar in het openbaar te getuigen. Want onze partij hoeft niet mee te regeren, evenmin als de andere christelijke partijen. Nee, ze hebben op te komen voor de eer van Gods naam. Dat is onze roeping. Dat is onze roeping. Maar wat bedoelt Paulus dan als hij zegt, die is een Jood die het in het verborgene is? Dan bedoelt hij in de eerste plaats de binnenkant, de besnijdenis van het hart. Want het uiterlijke teken van de doop, nog het uiterlijke teken van het heilig avondmaal, kan mij redden. En kan mij zalig maken. De uiterlijke vormendienst, en dan weet ik wel, we zijn al zo armoedig dat we nog blij zijn dat we nog een beetje vorm hebben. En daar soms ook nog mee tevreden zijn. Maar dat kan ons niet behouden. Dat kan ons niet zalig maken. Nee, zegt Paulus, die het in het verborgene is.
Een Jood, dat is iemand die besneden van hart is. Een Jood is iemand die weet wat het is. Ik ben gestorven. Doch Christus leeft in mij. En dan zeggen de kanttekenaren bij dat woordje gestorven, de moed opgegeven om door de werken der wet zalig te worden. Kijk. En waar ik de moed nodig genade heb opgegeven, of om het maar met de psalmist te zeggen, waar alle hoop mij gans ontviel, daar is Christus. En dat is een Jood. En dat is de volgende betekenis van het Jood zijn. Want Jood zijn, dat komt van een woordje in het Hebreeuws, dat betekent loven. Dat betekent prijzen, toch? Dan kun je God groot maken. Als hij zich over je ontfermd heeft in je ellende. Dat hij je opgeraapt heeft uit de modder. Dat hij je ziel gered heeft en je tranen heeft willen drogen. Dan hebben we een boodschap voor de wereld. Een echte boodschap die ertoe doet. Dan kunnen we met Johannes dat lam aanprijzen en aanwijzen. Want dat is het enige geneesmiddel, het enige remedie in deze ondergaande samenleving. Voor onze gezinte en voor de seculiere samenleving. Zie, daar is nog bloed. Daar is nog een lam. Dat is de taak van de kerk. Kijk, en dat is nou loven. Dat is nou loven. Dat is nou Jood zijn. Loven, prijzen. En dat Hebreeuwse woordje heeft alles te maken met het schieten van pijl en boog. Nou, je kunt wel nagaan als iemand met pijl en boog gaat schieten of die dat nou voor de hobby doet. Of omdat hij jager is in de dagen van de Bijbel. Die is uiterst geconcentreerd om te raken wat bedoeld is om geraakt te worden. En dan zie je hoe daar de boogschutter zeer geconcentreerd is. En zo ineens een pijl laat afschieten om de roos te raken. Of om het dier te raken waarnaar hij op jacht is. Kijk, dat is loven. Dus dan wordt iemand geëerd. Daar gaat het om. Het gaat om God zelf. Dus wie is nu een Jood? Een Jood is iemand die God op het oog heeft. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Een Jood is iemand die zegt, als God maar geëerd wordt. De apostel Paulus zegt aan de Filippenzen, of ik nou leef, dan zit hij in de gevangenis. Of ik nou nog een poosje mag leven. Of dat ik nu veroordeeld word en ik ga sterven. Als God maar verheerlijkt wordt. Als de naam van Christus maar geëerd wordt. Dat is een Jood. God loven. Dat we hem aanwijzen. En dat we hem aanprijzen. Wel, onze kinderen kunnen we vanavond wel begrijpen. Als je dat beeld van die boogschutter voor ogen houdt. En die pijl die mist zijn doel. Dat noemt de Bijbel zonde. Dat noemt de Bijbel zonde. Kijk, en dan mogen we vanavond maar heel dicht bij onszelf blijven. Ik maak me grote zorgen, maar ik weet niet of ik er wel eens een nacht van wakker heb gelegen. Maar ik maak me grote zorgen aangaande de komende coalitie. Het is een teken aan de wand dat een partij als D66 zoveel stemmen heeft gekregen. Waar al de waarden en de normen van Gods heilig woord overboord gegooid worden. Dus kijken. Hoeveel mensen er in de kamer zitten, onze kamervoorzitter, die samenleven met iemand van het gelijke geslacht. Zo gewoon geworden. En nog eens, wie weent? Wie weent vanavond? Wie ligt er wakker van? Dus als zo dadelijk die partijen een coalitie gaan vormen, dan weten we toch wel hoe het verder gaat, toch? Maar Jood zijn. En de vraag is natuurlijk vanavond, ben ik een Jood? Niet een afstammeling van Abraham, maar door wedergeboorte, ben ik een Jood? Een Jood is iemand die God bedoelt. En moeten wij dan vanavond niet zeggen dat we het doel hebben gemist? Dat is onze val in Adam. Dat Adam gekozen heeft voor zichzelf.
En dat hij niet gekozen heeft voor de eer van God. En dat hopen we zo dadelijk te zien, ook in het leven van Mordechai. Dat die man kiest voor zijn eigen hachie en voor zijn eigen gemak. Hebben wij niet jaar en dag meegelift op die liberale geest die de VVD propageert? Van het wederzijdse respect en elkaar vrijlaten? Dan konden wij kerk blijven in alle rust en de goddeloosheid kon in alle rust voortgaan. Maar wie durft het op te nemen voor de ere Gods? Ik denk aan dominee Kort, predikant van de oud-gereformeerde gemeente in Krimpen aan de IJssel. Dat is het opnemen voor de ere Gods. Al krijgen we heel de samenleving over ons heen. Doel missen. Wat is een Jood? Een Jood is iemand die God op het oog heeft. En hoe hebben wij ons nu gedragen in de achterliggende coronacrisis als kerken? Hebben we eigenlijk nog wel gevraagd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Of hebben we maar al te makkelijk onze overheid gehoorzaamd en misschien ook wel uit een stuk angst zelfs naar ons eigen toe? Stel dat ons het ook zou treffen. Hebben we God nog op het oog gehad? En nu we bijna misschien aan het einde zijn, ik geloof het niet, maar nu we bijna aan het einde zijn van deze crisis, wat is nu de winst? Wat is nu de uitkomst? Heeft het ons tot bekering gebracht? Zijn we in het verborgene geweest en gevraagd, Heere, wat heb u mij nou willen leren? Wat is nu het verschil met anderhalf jaar geleden en nu? In mijn hart. Maar God kijkt naar het hart. God die kijkt niet naar de buitenkant, maar die kijkt naar het hart. Weet u wat zo opmerkelijk is? Dat het bevel om God te loven het meest voorkomende bevel is in het Oude Testament. Ik weet het, de profeten die zeggen heel vaak in de bevelende vorm, bekeert u. Misschien is dat het ena meest voorkomende bevel in het Oude Testament. Maar looft hem, dat is het meest voorkomende bevel. Kijk, ik heb vanavond gedacht, want het is niet de gewoonte om een tijdrede te beginnen met Psalm 150. Maar ik denk van, maar daar gaat het wel om. Daar gaat het om. God werkt aan op zijn eigen eer. Het gaat er niet om dat wij het een beetje naar ons zin hebben. Het gaat er niet om dat wij het moeilijk of makkelijk hebben. Maar dat God aan zijn eer komt. En daar werkt hij op aan. Er zal straks een schare zijn die niemand tellen kan. Die ongestoord God zal loven. En zal ik daarbij horen? Looft hem, het meest voorkomende bevel. Voel u dan is het niet de fractievoorzitter van D66, mevrouw Kaag, demissionair minister. Dan is het niet iemand anders. Dan hoef ik niet te wijzen naar de demissionaire premier. Maar dan zeg ik, hier staat iemand die God niet heeft geloofd. Hier staat iemand die zich niet heeft bekommerd om de ere van God. Kijk. Dan kom ik onder het kabinet en onder de regering. Zeg, o God, de kerk is voor zijn plek. Rutte kan het niet weten, ja. Vanuit Romeinen kan hij het ook weten. Kaag kan het niet weten. Maar wij zouden het moeten weten vanavond. Geschapen om Gods lof te verkondigen. Hebben we dat niet gezongen? Alles wat adem heeft. En wie gaat dan vrij uit vanavond? Alles wat adem heeft, loven de Heere. En dan is er nog iets, hè? Dat Hebreeuwse woordje voor loven, dat mag je ook vertalen met belijden. Belijden. En in dat woordje belijden zit ook lijden. En dat schuw ik. En dat is te begrijpen, want er is geen mens geschapen om te lijden, om te sterven. Daar zijn we vijand van. Maar het is onmogelijk om de naam van Christus te noemen en het lijden te ontgaan, dat kan niet. Als Christus zelf door lijden naar de heerlijkheid ging, dan kan het voor zijn volgelingen in geen andere weg. Wel, laten we het nog proberen samen te vatten. Wat is een Jood? Dat is ons eerste aandachtspunt.
En toen hebben we gezien dat de Jood zijn alles te maken heeft met lijden. En we hebben gezien dat ze uitermate bevoorrecht waren. En ze hadden het teken van het verbond, de besnijdenis in de voorhuid. We hebben gezien dat dat niet genoeg is, want die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die het in het verborgene is. We hebben wedergeboorte nodig. En als er wedergeboorte is, dat is Jood zijn, dan gaan we God loven. Dan hebben we ook, ja, we hebben ten alle tijde reden om God te loven. Maar als hij naar mij omgezien heeft, dan hebben we reden om God te loven. Straks zal de kerk hem aanwijzen door u. U alleen, Heere Jezus. Door u alleen, God de Vader, om het eeuwig welbehagen. En we hebben gezien, Jood zijn, dat is belijden. Nog eens, hè. Dan mag er wel gebed zijn voor de voormannen van onze partijen. Heere, geef ze de vrijmoedigheid om uw naam te belijden, zoals vroeger dominee Kersten en dominee Zand dat deden in de kamer. Die stonden op en die zeiden, alzo spreekt de Heere, Heere. Geen compromis, niet proberen er zoveel mogelijk nog uit te halen. Alzo spreekt de Heere, Heere. En wat God verbiedt in zijn woord, dat hebben wij te noemen. En dan kan ik het hier makkelijk zeggen. Daarom is er zo'n gebed nodig. Voor de overheid en voor de christelijke partijen. Dat is onze eerste gedachte dus. Wat is een Jood? Onze tweede gedachte. Mordechai verzwijgt zijn afkomst. Als je een rustig leventje wil, dan moet je je mond houden. Ik weet dat er een man was die 25 jaar ergens had gewerkt. En hij had trouw zijn werk gedaan. En die directeur die komt hem thuis feliciteren met dat 25-jarig jubileum. En toen zit de dominee er ook, toen zegt die directeur, ik wist niet dat je naar de kerk ging. Nou, misschien dat dat de mensen in onze omgeving nog weten dat we naar de kerk gaan. Gingen. Maar is dat nou niet beschamend? Weten ze in onze omgeving nog dat er een levende God in de hemel is, omdat wij leesbare brieven van Christus zijn, zoals Paulus dat schrijft aan de Korintiërs. Dus nog eens, hè, als je een rustig leventje wil, en dat wil ik graag, dan moet je vooral je mond houden. Moet je je buurman niet aanspreken, moet je je collega niet aanspreken, moet je op school je mond houden, moet je niks zeggen. Dan is er niks aan de hand. Dan kun je posities verwerven tot aan de heidense hoven toe. Hoe is mogelijk? En dat zien wij in de geschiedenis van onze Mordechai vanavond. Want daar lijkt Mordechai voor te kiezen om zijn mond te houden. Wie is dat eigenlijk? Mordechai. Zijn overgrootvader is weggevoerd uit Juda. Nagaan, hè? Dus geslachtenlang al daar in Babel, wat nu in de dagen van Mordechai dan een Perzisch rijk is geworden. Maar de wortels liggen in die wegvoering van zijn overgrootvader. Mordechai was waarschijnlijk niet eens geboren toen. Mordechai is een man geweest die nog nooit de tempel in Jeruzalem heeft gezien. Mordechai weet het hoogstens van vertellen, meer niet. Maar zijn overgrootvader, die heeft de verwoesting van Jeruzalem meegemaakt. Maar het is inmiddels al zo'n 60 jaar geleden dat koning Kores door God gegeven is. En die heidense koning, die geeft de Joden permissie, toestemming om terug te keren naar het land van de belofte. En hij geeft nog ook de nodige middelen mee tot herbouw van de tempel. God neigt de harten van de koningen als waterbeken. En wie gelooft dat vanavond? Wie gelooft het als straks Rutte opnieuw premier zou worden, of als mevrouw Kaag premier zou worden, dat God die mensen het hart kan neigen? Heren, neig ze het hart tot de vrezen van uw naam. Wie gelooft het? Die heidense goddeloze Kores. Hij zegt tegen dat volk, ga maar terug. En ik zal jullie beschermen.
En wat je ook nodig hebt tot op zekere hoogte, ik zal het je geven. En al de schatten die Nebukadnezar had geroofd, die gaan weer mee terug naar de tempel van de Allerhoogste God. Maar wat doet Mordechai dan nog in dat vreemde land? Zijn zijn ouders dan niet teruggegaan? En is Mordechai dan ook niet teruggegaan? En we komen zelfs Esther nog tegen. Gaat Esther dan ook niet terug? Nee, deze mensen zijn niet teruggegaan. Hadden er helemaal geen behoefte aan. Laat ons maar in het land van de vreemdelingschappen. Ze hebben de harpen weer van de wilgen genomen. En ze zijn weer hun eigen liederen gaan zingen. De treurigheid is veranderd in een goede maatschappelijke positie. Mordechai heeft het hoog geschopt, vergeschopt, ambtenaar geworden in het paleis van de koning, een vooraanstaande positie gekregen. Zou die man terugkeren naar een land waar het er economisch niet goed voor staat? En dat alleen om die tempel? Ach, kom. Je kunt God toch ook wel dienen in een vreemd land? Ach, kom. We weten toch allemaal wel hoe makkelijk we ergens proberen onderuit te komen door het niet zo nauwgezet te nemen in ons leven. Wat maakt het nu uit of je in Jeruzalem woont, in het land van de belofte, of dat je op de Burg Suzan woont? Mordechai heeft geen behoefte om terug te keren naar het land van de belofte, want hij zit in de poort van de koning. Hoe is het mogelijk dat hij daar zit? Verdraagt de koning dan het getuigenis van Mordechai? Is de koning nieuwsgierig naar de godsdienst van Mordechai? Heeft hij honger om de levende God te kennen? En roept hij daarom: Mordechai, Mordechai, vertel me eens van die ene naam. Vertel me eens van die Messias die jullie verwachten. Vertel me eens van die God die jullie dienen. Wie hij toch is. Want jij kent toch die God, Mordechai? Wordt u wel eens gevraagd om verantwoording af te leggen in de buurt waar u woont? Waar u uw maatschappelijke positie heeft op uw werk? Op school worden wij wel eens ter verantwoording geroepen. Gebeurt het nog wel eens in de kamer dat meester van de staaf tot verantwoording geroepen wordt van de christelijke hoop? Wat geloven jullie nou eigenlijk? Kunnen wij nog zalig worden? Zou het voor ons nog kunnen? Weet u wat nou zo aangrijpend is? Je leest in heel dat boekje Esther daar niets van. Helemaal niets. Sterker nog, tot hiertoe kunnen wij sterk de gedachte hebben dat Ahasveros niet eens weet wie Mordechai is. En dat hij niet eens weet van de godsdienst van Mordechai. Zal Mordechai dan ook niet meer naar de synagoge gegaan zijn, als die daar al überhaupt geweest zou zijn? Zou het dan toch ook niet een list zijn van de Satan door onze kerken te sluiten, dan wel gesloten te houden voor een deel, zodat het getuigenis er niet meer is dat in de dorpen en in de steden de stammen opgaan naar de kerk, dat de seculiere wereld niet meer ziet dat er nog een volk is wat naar de kerk gaat en zich afvraagt: wat doen jullie daar zondags eigenlijk? Zou het dan neutraal geweest zijn dat we thuis gebleven zijn en ook nog zogenaamd hebben gesproken over de zegen van internet? Wat? De zegen van internet. Het heeft ons geholpen om de nood houdbaar te maken. Maar Mordechai heeft waarschijnlijk niet gesproken over wie hij was. Sterker nog. Hij heeft tot 2 maal toe zijn nicht Esther op haar hart gebonden
om te zwijgen. En de tweede keer, zoals we dat gelezen hebben in hoofdstuk 2, wordt daar een woordje gebruikt dat betekent nu en voor altijd zwijgen. Denk erom, zo heeft O Mordechai voor zijn nicht Esther gestaan. Denk erom dat jij je mond houdt, Esther. En denk erom dat je niet vertelt dat je een Jodin bent. Een godlover. Een die uitkomt voor de naam des Heren. Een belijder van de allerhoogste God. Mag Esther dat niet zeggen? Nee, dat mag Esther niet zeggen. En waarom niet? Omdat Mordechai wist. Als dat openbaar komt, ja, dan kun je het wel vergeten, je positie aan het hof. En dan kan Esther het wel vergeten om koningin te worden. Maar Mordechai, heb jij je dan ontfermd over je nicht als een wees om haar op te offeren aan het goed van deze wereld? Nee toch. Hebben de Waldenzen bezweken toen hun kinderen van hen werden afgenomen? Nee. Maar die Waldenzen die hebben hun kinderen zo de waarheid ingescherpt. En ik weet, God heeft het gezegend. Toen die kinderen in de Groomse kloosters werden opgevoed, toen konden zij de Roomse geestelijken weerleggen met de gereformeerden, met de Bijbelse leer. En sterker nog, deze kinderen, daar ging God in werken. Zodat ze met elkaar, en daar waren ze 9, 10, 11 jaar, met elkaar gingen spreken over de wonderen van de Allerhoogste. Nou, ik houd er niet van om te zeggen, waar hoor je dat nog? Maar ik wil het u wel vanavond vragen, waar hoort u dat nog? Dat kinderen spreken uit de volheid van hun gemoed over wat God aan hun ziel gedaan heeft. Kijk. Offeren wij onze kinderen maar ook niet al te makkelijk op om nog een houdbare positie te hebben in de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Ik heb net mijn ambtsbroeder genoemd, hoe het gif en de gal en de ongerechtigheid over hem uitgegoten werd, als mede ook de gereformeerde gemeente in Urk, omdat de kerkdeuren zijn opengezet. Waar is nog de overheid uit het verleden die juist in de dagen van de epidemieën heeft opgeroepen om naar Gods huis te gaan en je daar gemeenschappelijk te verootmoedigen en de levende God aan te roepen? Om dan toch vanavond niet eerlijk belijden dat we van onze plek zijn geweest en dat we misschien ook wel bevreesd zijn geweest. Niet alleen voor het virus, maar ook voor de maatschappelijke druk. Wat zullen de mensen wel niet zeggen van ons als kerk? En hebben we misschien niet te makkelijk gezegd dat we als kerk juist het goede voorbeeld moesten geven? Ik stel slechts de vragen hoor. Maar denk niet dat ik het vanavond weet. Maar ik stel slechts de vragen. Maar één ding weet ik wel. Dat Mordechai heeft gekozen voor mijn vlees. En één ding ken ik wel door genade. Dat is dat eigen goddeloze vlees van mij. Dat toch liever de begeerten van de wereld heeft, de schatten van de wereld heeft, dan voor een tijd lang de verdrukking met Gods volk. Maar Mozes mocht door genade die andere keuze maken. Mordechai heb het aangevoeld. De naam van de God van Israël belijden. En de gemakkelijke positie aan het hof van de koning op de Burg Suzan zijn onverenigbaar. En toen heeft Mordechai gekozen voor zijn vlees en daarmee de naam van de God van Israël verloochend. En ik heb geen behoefte vanavond om te wijzen dan alleen naar mezelf. Maar laten we wel een ieder voor ons de vraag stellen: hoe is het met ons geweest in de achterliggende periode? Hebben we toch maar snel het gemak van ons vlees gekozen? En dan ben ik listig, arglistig genoeg om allerlei argumenten aan te dragen die me eigenlijk nog vrede moeten geven, ook in mijn geweten. Maar waar is dat Jood zijn? De naam des Heren belijden. Is er nog iemand geweest die het aangedurfd heeft
om onder de bescherming van de Allerhoogste samen te komen? Heeft Psalm 91 nog zeggenskracht voor ons gehad? Of kwam het niet eens aan de orde? Openbare belijdenis, dat is vragen om een conflict. En dat is wat ik wil vermijden. Misschien heb u het er beter afgebracht. Dat zou kunnen, want ik ken u niet. Maar openbare belijdenis, alzo spreekt de Heere, Heere, dat is vragen om een conflict. Maar wat hebben we nou liever? Dat Gods naam geëerd wordt. En dan gaat onze naam er maar aan. Dan moet die maar door het slijk en door de modder. Of dat Gods naam door het slijk gaat. En dat onze naam geëerd wordt. Maar nu hebben de vijanden misschien wel gezegd, wat hebben de kerken zich toch netjes gedragen. En dan krijgen we een pluim op onze hoed van de wereld. En tegelijkertijd hebben we ook geluiden uit Den Haag gehoord. Dat juist onze partij die ons lief is, verweten is. Hoe weinig er van ons uitgaat. En dat het zout smakeloos is geworden. Dat moet iemand als Baudet zeggen. Maar zo is toch, hè? En daarom hebben wij de schuld vanavond. Niet de overheid, niet de seculiere samenleving. Maar wij handelen zoals Mordechai heeft gehandeld. Die Mordechai die zijn nicht op het hart heeft gebonden. Om te zwijgen en niet voor de eer en de naam van de Heere uit te komen. Omdat hij het lijden schuwde. En het gemak van de wereld heeft gezocht. Maar hier staat Mordechai vanavond. En God geve dat we het in waarheid worden. Want, en dat is onze derde, onze laatste gedachte. God zorgt voor zijn eigen eer. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Maar als dat niet gebeurde, lieve mensen, dan zou er nog nooit één tong van ons losgemaakt worden om de naam van God te loven, toch? Want wat Mordechai tegen Esther zegt, dat heb ik mij al lang voorgenomen in het paradijs. Nu zal ik God niet verheerlijken en ik zal het tot in der eeuwigheid niet doen. Maar daarmee hebben we ons eigen doodvonnis getekend. Daarmee hebben we de hel verkozen boven de hemel. Maar God gaat zorgen dat er een volk is, waarachtige Joden, die hem weer gaan verheerlijken. Hij zal ervoor zorgen dat Mordechai openbaar komt. En hoe doet God dat? Dat doet hij door het lijden. En daarom voel ik zo'n tweestrijd van binnen. Want aan de ene kant denk ik, ben blij dat die corona bijna voorbij is. En aan de andere kant hoop ik dat het niet gebeurt. Aan de ene kant dan denken, dan kunnen we mooi weer ons gang gaan en wij zijn naïef genoeg om te denken dat het blijft zoals het is. Maar denk erom. Als zometeen alles achter de rug is dat artikel 23 van ons afgenomen wordt en dat artikel 1 gaat heersen over artikel 23 en dat betekent lijden voor degene die zijn naam wensen te belijden. Want als zo dadelijk die grote verdrukking komt, dan zal er wereldwijd nergens meer plaats zijn om de naam des Heren te belijden. Maar God zal ervoor zorgen dat er een volk is, door de bangste tegenheden heen, dat nochtans zijn naam gaat belijden. Wat is er gebeurd? Er waren mannen die de koning wilden ombrengen en onder Gods voorzienigheid kreeg Mordechai het te zien en te horen. En die vertelt het aan Esther. En Esther vertelt dat aan haar man, de koning Ahasveros. En de koning doet onderzoek en het blijkt zo te zijn. En die twee mannen worden gedood. En nu zal Mordechai wel een erepositie krijgen, toch? Nu zal de man beloond worden, toch? Heb het leven van de koning gered. Heb zich ingespannen om zo'n heidense koning te helpen en bij het leven te bewaren. Nee. Wat staat er dan? Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot. Der Joden, wederpartijder. Ziet u niet wat er gebeurt? De VVD groot, de PVV groot, D66 groot.
En de christelijke partijen hebben ingeleverd, nou ja, vooruit, onze partij heeft nog steeds die 3 zetels. Maar wat heeft dat te zeggen op die 150? Ziet u niet wat er gebeurt na deze geschiedenissen? Wat heeft Nederland een rijke geschiedenis waarin de Heere heeft gewerkt? Wat zijn we gezegend geweest door de jaren heen als het woord de norm was? Wat zijn we gezegend geweest met het koninklijke huis dat we uit zijn hand hebben gekregen? En wie wordt nu groot gemaakt? De wederpartij dus. Maar voel u nou ook aan waarom dat gebeurt. Hebben we nou teleurgesteld naar die uitslagen gekeken? Of hebben we nou gezegd, weet je hoe dat komt, dat die partijen groot worden? Dat komt omdat er wetten uitgevaardigd moeten worden die ons zo dadelijk met de rug tegen de muur gaan zetten. En dan kunnen we niet langer zwijgen. Dan gaat het erop aankomen. Als je nou zo meteen dat moet onderschrijven, hè, van die homoseksualiteit. Heel dat gebeuren rond een transgender. We doen er zo makkelijk aan mee, ook in onze gezinnen. Als we nou nee gaan zeggen. Als je zo dadelijk niet gevaccineerd bent, kun je niet meer reizen. Mag je straks hier en daar niet meer in. Ik heb gedacht, zou dit misschien het teken zijn van het beest? Dat we niet meer kunnen kopen of verkopen. Ik weet het niet. Maar u verwacht toch niet dat uw buurman die wel gevaccineerd is voor u de boodschappen gaat halen? Dat geloof u toch zometeen niet? Dus nu gaat God die antichristelijke partijen gebruiken en groot maken, der Joden wederpartijder. Waarom? Wel, zegt de koning, iedereen moet buigen voor Haman. Haman wordt groot. Iedereen moet buigen. Buigen voor de wetten van de koning, toch? We moeten toch de overheid gehoorzaam zijn? Dat hebben we toch aan alle kanten gehoord? En ik zal als laatste zeggen dat we de overheid ongehoorzaam moeten zijn, want dat wil ik u vanavond niet verkondigen. Weet u, Mordechai die gaat niet buigen. Maar de kanttekenaren die zeggen zoveel als dat we een mens geen goddelijke eer mogen geven. Kijk, daar komt Mordechai weer op zijn plek. Dan gaat er iets leven in het hart van Mordechai. Dan zeg je, ja maar, hier is de grens bereikt. Hier wordt iets van mij gevraagd wat niet meer kan. Dan gaat zijn geweten spreken. God krijgt niet meer de eer. Hier krijgt een mens goddelijke eer. Dat kan niet. En Mordechai buigt niet. En waarom buig jij niet, Mordechai? Omdat ik een Jood ben, hoor je? Hij wordt ter verantwoording geroepen. Waarom buig jij niet, Mordechai? Ik ben een Jood. Ik hoor bij dat verachte volk van God. Ik heb een God in de hemel en die wens ik aan te wijzen en aan te prijzen. En ik begeer zijn naam te leven, want dit is het bevel van de Heere der Heren. Alles wat adem heeft, loven de Heere. En jullie moeten God loven en Haman moet God loven en Haasveros moet God loven. Ik heb het lang niet gedaan, maar ik ben op deze aarde. Ik hoor bij dat volk dat tot de Godlovers behoort. Oh. Hoor jij bij dat verachte volk van God? Doe jij belijdenis van jouw God? Dan zullen we wel eens zien of jij dat woord gestand doet houden. En dan zeggen ze tegen Haman, Haman, als u nou vanavond die poort uitrijdt, dan moet u daar eens kijken. Daar zit een Jood, Mordechai, maar die buigt niet, hoor. Iedereen buigt, maar hij buigt niet. En dan zullen we wel eens zien wat er van je belijdenis terechtkomt. Dan kan een dominee mooi preken, maar als het nou waarheid wordt, als ik afgezet word, als ik vervolgd word, zoals broeders uit Canada en zoals dominee Latzel uit Duitsland, omdat ze het voor Gods geboden en Gods woord opnemen, en als dat zo dadelijk uitgezonden wordt op internet, en een duivels iemand die hoort het en die brengt het voor de rechtbank, wat dan? Want belijden, dat gaat beproefd worden. Dat brengt lijden met zich mee. Een Jood is niet iemand die alleen de voorrechten heeft van het verbond. Nee, die is geroepen om God te loven. Maar belijden brengt lijden met zich mee. We zullen het eens zien, Mordechai, of je het volhoudt. Kijk, en dan word ik bang. Dan zeg ik, zou het volhouden?
Zou ik het durven? Ja, hier durf ik het vanavond nog te zeggen. Maar zou ik het in het openbaar durven? En als het erop aankomt om het voor Gods eer en voor zijn woord op te nemen. Maar dan blijft Mordechai daar zitten. En weet je wat er dan gebeurt? Want dat argument heb ik ook vaak gehoord. Ik laat me nog niet zozeer vaccineren voor mezelf, maar voor die anderen. Voor mijn oude moeder in het zorgcentrum en voor het gehandicapte leven en voor de anderen. Maar moet je eens kijken, hè? Nou gaat die boze Haman kijken naar Mordechai en dan wordt hij zo met haat vervuld. Hè? En dan denkt hij, nee, niet alleen jou Mordechai, maar ik zal al die soortgenoten van jou meenemen in het verderf. En de stad Susan was verward. Kun je het begrijpen? Die onschuldige kindertjes, als ze straks van ons afgenomen worden, als ze meegezet worden in het isolement, als ze moeten lijden omdat papa een andere weg gaat dan wat de gemiddelde Nederlander doet. En dan voel je wel aan dat het erop aankomt. Hè? Als we nou een heel deel meenemen, maar dat is gezegd, ook in de media. Hè? Moet eens kijken hoe de kerk in een negatief daglicht is gesteld. Dus dat hebben onze broeders er nog bij gekregen, ook door onze media. En dat gebeurt hier ook bij Mordechai. Niet alleen Mordechai moet lijden, maar heel dat Joodse volk dat zal lijden. En heel dat Joodse volk dat zal uitgeroeid worden. Vanaf de dag, vanaf het moment dat Mordechai heeft getuigd, ik ben een Jood, is zijn belijdenis beproefd geworden. Kijk. En dat is nou vanavond voor u en voor mij de vraag en de les. Is er nou een werk Gods in mij dat de beproeving kan doorstaan? Of zal nou zo dadelijk blijken dat het alleen maar vorm is geweest? Misschien wel ernstig, misschien wel serieus, misschien zoals wij dat plegen te noemen nog bekommerd. Maar is er nou een werk Gods in ons? Want daar gaat het in de eerste plaats om. Lig ik nou naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, voor die rekening van die borg, de Heer Jezus Christus. Is nou vanavond door genade dat bloed van Christus mij niet vreemd? Kijk, dan hoeven we niet te vrezen voor degene die alleen maar het lichaam kunnen doden, al zal het zeer benauwd worden op deze aarde. Maar laten we veel meer vrezen hem, die beide lichaam en ziel in de hel kan verderven. Ik ben een Jood. Ja, dan word je een eenling. Dan kom je alleen te staan. En dan zeggen ze misschien straks allemaal, zoals de Hebreeën dat tegen Mozes en Aaron hebben gezegd, dat is jullie schuld dat wij het moeilijker krijgen hier in Egypte. Waren jullie maar weggebleven? Waren jullie maar nooit naar de koning gegaan? Dan krijg je dat er nog bij ook. Maar toch, de Heere gaat voor zijn eigen eer zorgen. En wij kennen de geschiedenis. Hoe wonderlijk het lot wordt geworpen, dat er maanden overheen gaan, zodat in die maanden Esther tot bekering kan komen, Mordechai, dat er verootmoediging plaatsvindt op die burg Susan, en dat de Joden zich kunnen gaan voorbereiden, dat er een tegenwet gaat komen, en dat straks, achter in dat jaar, na zoveel maanden, de Joden de overwinning behalen. En wat wordt God dan geloofd? Dan wordt er niet één dag feest gevierd, maar er worden er 2 dagen feest gevierd. En dat puur in feest, dat is ontaard in een soort carnaval, dat is waar. Maar dat puur in feest, dat was een zeer vrolijk feest. Waarop de vaders en de moeders, de kinderen, de wonderen van de Allerhoogste konden vertellen. Kijk. Dat is het. Hebben we nog wat aan ons nageslacht te vertellen van de uitreddingen? Of nemen we onze kinderen mee? Zo gladjes, zo geaccepteerd, zelfs door de vijand. Of kunnen onze kinderen zeggen, ja, maar mijn vader, mijn moeder, die hebben een God. En hij redt hen keer op keer. En nog eens, dan ben ik de laatste die hoopt dat mijn kinderen worden afgenomen, net als bij de Waldenzen. Maar als God ze daar gaat bekeren en dat ik straks met mijn nageslacht God mag grootmaken,
Dan zeg ik, ja, laat dan maar komen wat wil. Want de Heere zal uitkomst geven. Zie je dan niet hoe gelukkig dat Joodse volk is? En dan bedoel ik niet de Jood naar de letter, maar dan bedoel ik de Jood die het in het verborgene is. Die door Gods genade zijn eer weer op het oog hebben gekregen. Al is het maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar één ding is zeker. Zij die straks de vinger zullen uitwijzen en tot in alle eeuwigheid het lam zullen aanwijzen, die hebben hem hier aangewezen. Ik ben een Jood. Gekocht door de prijs van het dierbare bloed. Ik lig voor zijn rekening. U kunt doen wat u wilt. Maar ik ben behouden. En ik kom voor eeuwig thuis. Dat getuigenis heeft ons land en ons volk nodig. En laat het onze bede zijn, Heere. Open toch onze lippen door uw kracht. Opdat onze monden uw lof en de uwe alleen zullen verkondigen. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 119, vers 43. Een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijnenval een diepe put gegraven, hoezeer uw wet daartegen zich verklaart. Psalm 119, vers 43. Eindigen wij met gebed. Heere, laat het toch een oprechte, rauwe kreet uit ons hart omhoog klinken. Help mij, o Heere. Want we kunnen erop wachten dat er goddeloze wetten worden uitgevaardigd. En om dan werkelijk als een Jood openbaar te komen. Is onze eigen schuld, Heere. We hebben het gemak gezocht. We hebben het lijden geschuwd. We hebben gezwegen. We waren niet het zout der aarde, maar smakeloos geworden. En de zuil brak van binnen af en wordt van buiten aangevochten. Puin. Dat is ervan geworden. O Heere. Geef dat we niet langer rechtop zullen lopen. En dat we niet zullen beroemen op hetgeen we nog hebben. Want het is vals. Is leeg. Isaiah heeft uitgeroepen. Waar is hij die zijn geest in het midden van ons stelde? Wat een wonderen heeft u gedaan. Ongetwijfeld zal men ook hier voorbeelden kunnen aanhalen. Maar u bent nog de God die leeft. U bent nog dezelfde, gisteren en heden, ja tot in der eeuwigheid, ontfermt u zich onzer. En u zou u dat best eens kunnen gaan doen,
op een manier die wij niet hadden verwacht, ontferming door uw lof te laten verkondigen in de weg van lijden en van verdrukking. In die dagen heeft uw kerk altijd gebloeid en wij smeken u, gedenk land en volk, overheid en vorstenhuis, en gedenk ons vanavond naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Dank voor het onderwijs dat we kregen, vlees kruisigend, dat wel, maar wel nuttig voor de ziel. Mag het ook zielszaligend zijn onder uw zegen. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 107 vers 4. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad en richtte hun schreden naar een gewenste stad. 107, het vierde vers. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u, zij al de eer. Amen.